hem een keer interviewen. En hij bleef maar praten. Ik weet, op een gegeven moment kwam de platenspeler om de hoek even. Are you guys ready? Because we have to do more than this. Oh, sorry. Hadden we een interview? Dat ging maar door. Lionel bleef maar praten. Fantastische kerel is het. You are my destiny. En daarvoor Talk Talk. Living in another world. Dat is alweer even geleden. Sorry. Zo, Evelien de Bruin. Ja, vertel. Tas. Tas. Jij zegt gewoon tas, hè? Nee, sorry. Ja, jij weet dat ik 24/7 met dit programma bezig ben. Ja, je bent, wij appen altijd tot diep in de nacht. Ja. We moeten ermee ophouden. Nou, of niet? Is eigenlijk ook wel een soort van gezellig. Het is ook wel gezellig, hè? Het is de familie. De familie-app. Afgelopen weekend had ik ineens last van een soort van opruimwoede. Ik dacht, ik ga mijn tas eventjes opruimen. Voordat ik hem weer opnieuw ga inrichten. Je tas. Mijn tas. Ik ken iemand die heeft er 24. Ja, want ik ging inderdaad, als ik heel eerlijk ben, over van de ene tas op de andere tas. Zie je, dat wil ik even checken. Ja, nou, dat was het. Ja, dus ben jij zo iemand die dan alle spullen verhuist van tas 1 naar de andere? Nou, dan ga ik dus eerst de ene tas leeghalen. Dan denk ik, wat zit daar nou eigenlijk allemaal voor onnodige rommel in? Ja. En dan ga ik over naar de andere tas. Maar meestal zit daar ook nog onnodige rommel in. Ja. En dat leg ik dan bij elkaar samen en dan ga ik dat helemaal schiften en dan denk ik, wat is dit kleine zwarte verschrompelde dingetje? Tot hoe lang kan je topdrop eigenlijk bewaren? Nou, dat. Inderdaad. ik denk serieus dat het dropjes waren, maar ik weet niet zeker. Maar het was in ieder geval zwart. Daar kwam rattenkeutels. Er kwam ook uit bijvoorbeeld een tassenhanger. Weet je wat dat is? Een tassenhanger? Ja, dat is dus een soort apparaatje. Het is een rondje. En die kan je dan aan een tafel hangen. En dan komt er een soort haakje uit. En dan kan je dus je tas weer aan je tassenhanger hangen. Maar ik geloof dat ik hem precies 0 keer heb gebruikt. Maar ergens heb ik dus wel een keer gedacht, oh, dat is echt heel handig. Dat stop ik in mijn tas. Ja. En op een of andere manier is toch mijn tas de Bermuda-driehoek van mijn leven. Maar ik weet 100% zeker dat iedereen die nu zijn tas opendoet, jij ook, want jij hebt ook altijd een mysterieuze tas. Ik heb een rugzakje. Een rugzakje. Ja. Doe er een greep in, haal er iets uit waarvan je bijna. Ik was verkouden, dus ik had tissues meegenomen. Tissues. Ja. Maar hoe lang gaan die tissues? Isla, tabletten voor de stem. Dit zit hier over 3 maanden zit het er nog in, terwijl je het niet meer nodig hebt. Een bril voor het geval ik een slechte dag heb. Ja, zie je. Nou, die is nog wel redelijk nuttig. Kan ik me Een luchtje. Ja, een luchtje. Hé, ik heb ook een luchtje. Kijk aan. Oplaadstekker. Ja, heb ik ook. Mondkapje zit er nog in, zie ik. Nou, dat bedoel ik. Ja. Dingen die in je tas blijven hangen, die je al lang niet meer nodig hebt of nooit meer gebruikt. Precies. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik ken iemand die een dochter van 8 had en nog een luier in haar tas had. Nee, joh, en die is nu 34. Dat kind dan. Ja, precies. En die luier zit nog steeds in die tas. Nog steeds in die tas. Oké, dus jij vraagt je eigenlijk af, wat heeft de gemiddelde man ook? Van, is het dus een man's ook bag? Kan ook. Ja, ik dacht eigenlijk, dit is een vrouwending. Maar ik heb het nu op jou getest. Het is ook een mannending. Dus jongens, gooi je tas maar eens open. Ik vond ook nog een Ecto met een morgen sjaal. Dat terwijl de nieuwe al in bestelling zijn. Kijk. Oh, ja. Zit er ook gewoon nog in. Die is van de winterbarbecue 2020. Ja, de laatste keer dat kon. Dus dat was heel lang geleden. Ja. Dat moet 2020 zijn geweest. Daar hebben we binnenkort nieuws over. Meer kan ik niet spoilen. Oh. Hoe dan ook. Kleur de plaatjes en concludeer uw eigen conclusie. Maar wat heb jij allemaal in je tas zitten en hoe lang zit het er al? Dat willen we dus eigenlijk weten. Ja, we hoeven niet te veel schimmelverhalen. Nee, gooi hem even over op de keukentafel, gewoon even leeg. Schud hem leeg en laat ons weten wat jij allemaal vindt. En misschien kom je dingen tegen. Dat je denkt, heb ik dat al die tijd erin gehad? Gadverdamme. Taylor Swift. Radio 10.